Het betrekken van de jeugd bij de ontwikkelingen van onze olie- en gasindustrie, daar praat ik vanavond over met twee gasten. Welkom bij deze uitzending van Achter het Nieuws. Ik praat vanavond over de ontwikkelingen van de olie- en gasindustrie, maar meer gerelateerd aan wat jongeren daarvoor moeten doen en hoe we ze daar ook voor klaar moeten maken. Een organisatie, een paar mensen hebben het initiatief genomen om de jeugd te informeren over de ontwikkelingen over olie en gas. We hebben het genoemd A Olie Navi, dat is de slogan die we gebruiken. Ik zeg het wel, omdat ik ook deel ben van die organisatie. En het is de bedoeling om te zorgen dat we onze jongeren zo goed mogelijk betrekken bij die ontwikkelingen offshore. Dat betekent dat we jongeren vanaf in een pril stadium al moeten aangeven wat van hun verwacht wordt, willen ze straks succesvol deelnemen aan de ontwikkelingen van die olie- en gassector. Mijn gasten zijn meneer Ollenberg, Orlando Ollenberg, die is de voorzitter van de Surinaamse Energy Chamber. Welkom meneer Ollenberg. En meneer Glenn Holband, die is de directeur van het Polytechnisch Instituut, PTC. Heren, welkom. Dank u. Wij met Gloria Botsen en Astrid Breuster en Clyde Griffith zijn de initiatiefnemers van het project A Olie Navi. Misschien kunt u aan de luisteraar en de kijker thuis aangeven waarom dit project gestart is. Het is van belang dat we als Surinamers moeten weten dat er een positieve storm onderweg is naar Suriname. Een positieve storm met die oil en gas, waarbij er banen gecreëerd gaan worden, nieuwe studiemogelijkheden er zijn, een local content, noem maar op. En je moet je erop voorbereiden, anders ga je buiten de boot vallen. En waar je begint sowieso is bij de jongeren. Die zijn jong, progressief, ze willen wat. Ze zijn eigenlijk aan het begin van hun adultschap. Dus wij zeggen, laten we ze informeren, zodat ze dus mee kunnen doen aan de ontwikkelingen en niet buiten de boot vallen. Oké, meneer Holband, u bent de directeur van het PTC, Polytechnisch College. Waarom stapt u in? Om twee redenen. Polytechnisch College is opgericht met de doelstelling om ervoor te zorgen dat Suriname capabele burgers heeft om die ontwikkeling te ondersteunen. En als je een ontwikkeling krijgt, een nieuwe ontwikkeling krijgt, dan zijn wij eigenlijk vanuit onze statuten gedwongen om er naar te kijken en ervoor te zorgen dat we dus onze burgers inderdaad klaarstomen voor die nieuwe ontwikkeling. Dus daarom zijn we sowieso al enthousiast erover om te zeggen van we moeten erbij zijn. Maar ook omdat wij vinden van dat we ook meer doen dan die ontwikkelingen die men ziet. En het is goed dat die samenleving ook weet van hey, Wat kan ik allemaal doen als ik weg ben van het Polytechnisch College? Wat kan ik allemaal leren? Welke competenties kan ik bijkrijgen als ik bij het Polytechnisch College binnenstap? Dus om die twee redenen hebben wij direct gezegd van we participeren sowieso bij dit initiatief. En we proberen het te ondersteunen voor de 100%. Oké, meneer Ollenberg, toen we erover spraken om de jeugd te betrekken erbij, waren we allemaal enthousiast over het feit dat er iets moet gaan gebeuren. En dat is inderdaad ook gebeurd. Kunt u misschien aangeven wat de rol gaat zijn van de Suriname Energy Chamber in dit proces? Wij hebben een meer faciliterende rol. In die zin dat wij nagaan wie is allemaal nodig, wie is allemaal belangrijk om die ontwikkeling, die positieve ontwikkeling, die positieve storm zoals ik het noem, te kunnen helpen faciliteren. Wij kijken gewoon uit naar de partners en zoals je hebt PTC, ik bedoel, ik ben niet van de richting educatie, PTC wel, zitten er al 25 jaar in. Dus wat wij doen is eigenlijk te kijken van, als PTC nodig is, alsjeblieft PTC, kom erbij en doe your thing. Dus PTC is op dit moment in Suriname, als ik het goed heb, je mag me corrigeren, maar als het gaat om praktisch, hoogtechnisch college is dat PTC is de hoogste, praktisch gericht. Ik praat niet over de universiteit, ik praat dat iemand praktisch een vak kan leren. Beroepsopleiding. Dus wij hebben gevraagd aan PTC, kijk niet alleen, kijk ook naar de andere niveaus. Dan praat ik over vakschool, de technische school, NATIN. Dat elke jongeman of jongvrouw kan weten welke lijn moet ik bewandelen om via PTC, om uiteindelijk bij PTC of via NATIN
uiteindelijk een rol te kunnen vervullen in dat hele oil en gas gebeuren. Meneer Halman, heeft PTC in haar curriculum vakken die een relatie hebben met oil en gas op dit moment? Boy, dat is een beetje een brede vraag. Als je zegt relaties hebben met oil en gas, ga ik zeggen ja. Omdat als we praten over die local content, dan denk ik dat wij met ons portfolio daaraan voldoen. We hebben daarom ook direct, het is dit jaar, dat we een aantal studenten zover hebben kunnen krijgen dat ze zich nu gaan laten certificeren om als ondernemers, als deskundigen in die sector te werken. Dus als we kijken naar het local content gedeelte, zeg ik ja. Als we kijken naar de, wat ik zou noemen, de harde oil and gas discipline, de core, olie uit de grond halen, gas uit de grond halen en distribueren, dan zijn we daar, hebben we dat niet. Maar dat kan komen. Nou, maar dat gaat, eigenlijk zouden we dat al moeten hebben, omdat we een aantal jaren terug het initiatief, toen was er nog niet eens sprake over local content en dat soort zaken, hebben wij het initiatief genomen om met een van de oliemaatschappijen te zitten en te zeggen van hé, hey, we zijn bezig in Suriname, maar als PTC hebben we die deskundigheid niet. Zijn jullie in staat, willen jullie ons helpen dat we die deskundigheid krijgen, zodat we weten waarover we praten en we getraind zijn en we mensen hebben om Suriname, zoals onze statuten dat zeggen, klaar te stomen om in die sector te kunnen werken. En dat plan was helemaal uitgewerkt en het is jammer genoeg niet uitgevoerd geworden. Oké, meneer Onnemerre, nu hebben wij als organisatie hebben het initiatief genomen om de jongeren van Stubila alvast bekend te maken met oil en gas, de beginselen van oil en gas. Ja. Kunt u aangeven wat u vond van die dag? Hoe is het verlopen? Ik vond die dag bijzonder, vanwege een aantal redenen. Ik zal een paar geven. Wacht even hoor, kunnen we wat insertbeelden laten voorbij komen terwijl meneer Ollenberg bezig is het verhaal te vertellen van Stubila? Ja, ik begin gewoon. Ja, gaat u gaan. Ja. Ik vond het bijzonder vanwege verschillende redenen. Een paar van ze zijn is, ik heb na lange tijd jongeren zo enthousiast gezien. En dat jongeren dat ze onthouden hebben waarover we gesproken hebben en doelgerichte vragen hebben gesteld. Ik stond zelf van versteld dat de jongeren zo proactief vragen hebben gesteld. Dat betekent onze jongeren, we hadden ongeveer 80 jongeren daar. Die jonge mannen en vrouwen van ons, ze denken na. Ze hebben informatie nodig, ze willen weten wat er gebeurt. En daarom moeten we die informatie naar die jongeren toe brengen. Wat ik ook heb gemerkt is dat jongeren een verlangen hebben om deel te zijn van die ontwikkeling, maar ze weten alleen niet hoe. En daarom is het voor ons van belang, wat ik heb gezien van die dag of geleerd heb van die dag, we moeten niet denken dat we jongeren hebben die achterlijk zijn, want dat gevoel kreeg ik soms dat de mij denkt dat de jongen was op zijn. De jongen was precies dat de man was niet. Wij moeten de informatie, een broke-up money, wij moeten de informatie voor ze brengen en ook het traject laten zien, want om een voorbeeld gewoon te geven, nadat we hebben gepresenteerd, mijn zoon is direct naar me toegekomen, hij zei, papa, ik ga naar PTC. Direct. Dus ik ben hem vandaag gaan inschrijven. Dus het effect, en dat kan ik zeggen persoonlijk, want mijn zoon had me gezegd, pa, maar rust even. Maar na die presentatie heeft hij gezegd, pa, ik ga direct naar PTC. Dus jongeren willen zaken hebben, maar hoe moeten ze inspireren? Meneer Holband, hoe heeft u die dag ervaren? Nou, ik weet niet, als ik ik weet niet hoe ik het onder woorden moet brengen hoor, maar ik denk dat het voor mij echt, ik stond gewoon met, hoe zeg je dat, kippenvel daar te kijken wat er gebeurde met die jongeren. Mm-hmm. Hoe kritisch, ja. Want dat is ook een van de dingen die we vaker zeggen, we zijn niet kritisch en dat soort dingen. En ik zeg het ook meestal wanneer ik met colleges bezig ben. Maar wat ze daar hebben gedemonstreerd was echt, ik krijg nu ook alweer kippenvel ervan, schoon petje af van wat de groep daar heeft gedaan. Ze waren echt kritisch, ze hebben geen blad voor hun mond genomen. En wat ik ook heel mooi vond, en Orlando zei het reeds, ze willen deel zijn van die ontwikkelingen. Ja. En ze hebben het ook gezegd, je houdt ons achter. Ja. Dat is echt letterlijk naar voren gekomen, je houdt ons achter, want we willen meegaan. En als directeur van het opleidersinstituut zit ik direct na te denken van wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat de groep niet dat gevoel meer krijgen en dat ze de ruimte krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen. En dat ze echt een bijdrage kunnen leveren. Maar ik was echt, het was gewoon geweldig. Heeft u als PTC na die dag, heeft u inzichten erbij gehad om te zeggen van, hey, ik ga dit,
bij PTC ook nog extra doen? Ja, we zijn al een tijdje bezig te discussiëren hoe we die oil en gas binnen PTC krijgen. Er zijn ideeën erover. Ik zei het reeds, we waren al in een vroeg stadium begonnen om met na Petronas, te denken. We waren met Petronas bezig. Maar nu zijn we dus op een andere manier aan het kijken, omdat je ook de economische situatie van het land in ogenschouw moet nemen om te bekijken. En dat hebben de studenten ook gezegd van, of die, ik noem ze, ik ben weer in mijn PTC-jasje. De jongeren hebben dat ook aangegeven van, boy, maar het is duur, ja. Toch? Hoe gaan we dat kunnen realiseren? En je ziet ook, want ook, ik heb net aangegeven dat onze studenten gaan certificeren. Maar het is een extra kostenpost die ze nu zelf moeten gaan ophoesten om die certificering te doen. Dus dat is een uitdaging. We hebben de jongeren ook daar aangegeven van, weet je, laat je niet afschrikken door die bergen die op je afkomen. Mm-hmm. Ga die bergen tegemoet. Want wanneer je die bergen tegemoet loopt, ga je zien dat er wegen gaan ontstaan, dat er openingen komen waarbij je zegt, hey, wepsa, bergen die zee. En we zijn dus nu al bezig te kijken van hoe wij de mogelijkheden kunnen creëren, ook met andere instituten. Orlando noemde al de vakschool, de SAO. Hebben we in het vizier om te kijken wat we kunnen doen samen met SAO. En we willen ook het bedrijfsleven daarbij betrekken om te kijken van wat kunnen we doen om die jongeren, eigenlijk om Suriname naar een ander niveau te tillen qua educatie, qua ontwikkelingsmogelijkheden. Ze willen wel. We zeggen vaak, ik heb het vaker gezegd, van waarom is sociale zaken zo zwaar? Mm-hmm. Dat hoeft niet. Als we de jongeren, ja. Als we onze burgers de gelegenheid geven zich te ontwikkelen en zelf het initiatief kunnen nemen om bijdrage te geven aan hun eigen ontwikkeling en dat van het land. Meneer Ollenberg, ik was zelf ook aanwezig daar die dag. Wat ik opvallend vond, is dat we een filmpje hebben vertoond over olie en gas. Ja. Een van mijn eerste producties die ik heb gemaakt, Suriname Oil and Gas Overview, waar het geluid niet ontzettend goed was. Waar de presentatie, die voice-over van mij, was een beetje snel. We hebben die jongeren gevraagd om aan het begin van het filmpje om aandachtig te kijken en te luisteren. Ja. En wat schetst mijn verbazing, trots al die slechte omstandigheden van het filmpje, hebben we een quiz daarna gehouden. En die kinderen scoren gewoon grandioos goed. En dat geeft mij kippenvel. Ja. Begrijpt u? Ja. En ik was zeer onder de indruk daarvan. Ja. Ja. Nu, daarop voortbordurend. We hebben een paragraaf gehad tijdens die middag, een onderdeel, en dat ging over het sociaal-maatschappelijk aspect van het leven. Ja. En daarin is naar voren gekomen hoe belangrijk het is dat jongeren, als je in het arbeidsproces stapt, of welk proces je ook stapt om vooruitgang te boeken, je een attitude moet hebben die ertoe doet. Ja. De Suriname Energy Chamber is een organisatie die zich gaat bezighouden met energievraagstukken. Ja. Heeft u in uw praktijk rekening gehouden waar jongeren binnen kunnen komen, hoe jongeren daarin kunnen participeren? Bijvoorbeeld, als we praten over opleidingsmogelijkheden, die jongeren hebben geen geld. Ja. Er moet iets gebeuren dat die jongeren toegang krijgen tot educatie. Ja. Kan de Suriname Energy Chamber daarin iets betekenen? Voor onze jongeren. Zeker. Daarom heb ik gezegd, wij werken faciliterend. In die zin dat wij partijen naar elkaar toe brengen of aan tafel brengen om te kijken, dit is wat we nodig hebben en wat zijn de mogelijkheden. Een van de zaken waarmee we rekening moeten houden, is dat in het DAI-rapport staat dat men ongeveer 5000 werkers nodig heeft. Het DAI-rapport is het rapport dat is uitgevoerd door een organisatie in opdracht van Staatsolie om een assessment te maken over hoe het Surinaams bedrijfsleven zich klaarstoomt of klaar is voor de komende ontwikkelingen van olie en gas. Gaat u gang. Dank u wel. En als we alleen kijken naar het rapport, dan staat er in het rapport we gaan ongeveer 5000 mensen nodig hebben. We praten nog niet over local content. Waar de deskundigen zeggen dat er ongeveer 15.000 tot 20.000 banen. Extra banen bij kunnen komen. Dat betekent dat we met z'n allen een verantwoordelijkheid hebben, ook de oliemaatschappijen, ook de overheid. We moeten fondsen creëren, we moeten mogelijkheden creëren dat jongeren goedkoper kunnen gaan studeren, sowieso, of tenminste dat je ze een lening kan geven. Dat zijn zaken die wij moeten doen. Het kan niet van, we kunnen dat niet verwachten van de jongeren. Dus een van de zaken waarvoor we ons sterk maken, is om wat wij noemen
een goede demand portfolio te hebben. Demand portfolio. Demand portfolio. Demand portfolio. Ja, ja. In een demand portfolio wordt eigenlijk aangegeven wat de organisatie, zij het Staatsolie, zij het welk ander bedrijf, nodig gaat hebben in de eerstkomende periode, laten we zeggen 5 tot 10 jaar, aan arbeiders, aan materiaal, et cetera. Wanneer je goed in kaart hebt gebracht wat die demand portfolio is, dat betekent dat ze helemaal van nodig voor dat gebruiken dat je money, dan kan je gaan zeggen van oké, er zijn 5000 werkers nodig, bij wijze van praten, in die sectoren. Ja. En dan kan je, moet je gaan kijken van waar haal ik het geld vandaan om het volk, de mensen, de Surinamers, te scholen. Daar gaat de overheid moeten inkomen, daar gaan die grote maatschappijen moeten inkomen, daar gaan de fondsen moeten inkomen om ervoor zorg te dragen dat in elk geval de middelen en de mogelijkheden daar aanwezig zijn, zodat de jongeren en de ouderen ook natuurlijk kunnen studeren. Een ander ding, wanneer we praten over energie, is dat we moeten begrijpen dat er een transitie is wereldwijd. Een transitie. Energietransitie. Een energietransitie. Ja. De mensen hoeven eigenlijk koeirigwe van olie. A fossiele brandstof. Ja. En de mensen hoeven koeirigwe carbon free. Voor in een richting voor, laten we zeggen, groene energie, ja, carbon-free. Ja. Vrij, om het zeg men in een mooi technisch woord. Wat betekent dit voor ons? Dat er wereldwijd komen er miljoenen banen, duizenden banen, zelfs miljoenen banen vrij in die sector van groene energie. We moeten onze mensen ook voorbereiden. Er is heel veel geld beschikbaar, dat weet ik zelf, heel veel geld beschikbaar. Voor in de richting van groene energie, de PDC en ik hebben een lange historie. Afspraak, die waar we historie, maar ook een afspraak waar we invulling gaan geven om ook jongeren te stimuleren, om ook in die richting te gaan studeren. Maar het geld is daar, want men wil gaan voor vergroening. Dus wij willen faciliteren zijn en ervoor zorg dragen dat uiteindelijk de middelen vrijkomen, zodat jongeren, ouderen kunnen gaan studeren. En dat we dus invulling kunnen geven aan de sectoren. Meneer Holman, PTC, we hebben het gehoord op die middag. Die jongeren hebben veel vragen erover gesteld. Het kost geld. Het kost de jongeren veel geld. Kunt u een beetje aangeven wat jongeren, als ze zich eenmaal aanmelden bij PTC, wat ze kunnen verwachten, hoe het eraan toe gaat? En als het enigszins gaat om financiën, hoe die studenten toch nog kunnen komen aan geld, dat zij in financiering, ik weet niet hoe dat moet. Maar hoe kunnen ze bij u terechtkomen als ze geen geld hebben en toch een studie willen doen? Oké, laat me even één ding heel duidelijk stellen. Onderwijs kost geld. Ja. En natuurlijk als land kan je keuzes maken. Wij hebben gekozen voor een systeem waarin het basis- en het voortgezet onderwijs praktisch gratis is. En het universitair onderwijs. Toch? Dus daar heeft de regering, heeft de staat Suriname gekozen dat die gesubsidieerd wordt. Dus als je naar het ADEC gaat, wordt je gesubsidieerd? Wordt je gesubsidieerd. Je hoeft geen collegegeld te betalen? Nee, je betaalt geen collegegeld. Okay. Ze betalen geen collegegeld. IOL betaalt ook geen collegegeld. Lobo betaalt ook geen collegegeld. Okay. Dus al die instituten worden gesubsidieerd door de overheid. Waardoor het overkomt alsof, zeg maar, PTC duur is. Ja. Maar als de overheid dezelfde strategie zou toepassen voor de anderen, zou je merken dat zij ook dure opleidingen zijn. Overal zijn de kosten bij PTC in vergelijking met internationale standaarden niet hoog. Wat het moeilijk maakt in Suriname, en dat geldt niet alleen voor PTC, dat geldt voor alle instituten die dus hun ontwikkeling, hun doelstellingen moeten realiseren uit de inkomsten van studenten, dat die koers een rol gaat spelen. Maar die bedragen van u zijn in valuta? We zijn in valuta uitgedrukt. En dat hebben we op een gegeven moment ook boos gedaan, want je op een gegeven moment kreeg dat je praktisch om de ene maand je moest gaan verhogen toen die koers op een gegeven moment in de jaren, begin jaren 12, 13, 14 begon te stijgen. Toen hebben we gezegd van weet je, om niet elke keer weer naar de studenten toe te gaan en te zeggen, hey, er is een verhoging, zet hem in dollars. Waardoor het op een gegeven moment gefixeerd is. Wat we wel doen, en ik weet, VSB heeft ons vreemd aangekeken, zeg van je snijdt jezelf in de vingers, is dat we die koers, we niet die marktconforme, niet die centrale bankkoers hanteren, omdat we weten dat het heel moeilijk is. We gebruiken een veel lagere koers. En
De mensen van VSB konden ze niet voorstellen dat we dat deden, want we zeggen, we zitten in problemen. Je zit in problemen en toch doe je dat nog. Maar mag je daar transparant over zijn? Hoezo? Dus dat je zegt wat het is. Ja, nee, kom op het punt. Dus ik, het is gewoon een stukje inleiding. Ja. Onze tarieven, dus de gemiddelde bacheloropleiding bij PTC kost $6,000 compleet. En dat zijn de 4 jaar. Dus per jaar is het $1,500. Dat zijn de gemiddelde kosten. We hebben uiteindelijk in 2016 of 2017 hebben gezegd van weet je wat we wel moeten gaan doen. Omdat je eigenlijk niet onderuit komt. Je hebt je kosten. Toch? Maar docenten die kijken naar wat de universiteit verdient. Wat de docent op de universiteit, wat de universiteit, wat IOL uitgeeft. Ik heb zelfs... Ja, laat me het hier zeggen, je wilt toch transparantie hebben. Ik was bezig met een paar docenten die op het VOS zitten, toch? Maar een bachelor hebben of een master, ze gaven les op het VOS. En ik zei van, oké, wil je hoger opkomen? Ja, natuurlijk willen ze dat. Nou, het salaris dat ze van de overheid krijgen bij VOS is veel hoger dan wat ze krijgen bij PTC. Oh. En dan begrijp je al wat er gebeurt, toch? Dus de mensen die bij PTC zitten... Die zijn er omdat ze echt ervan houden en omdat ze het echt willen doen. Dus die worden veel minder betaald dan de mensen die bij de overheid werken? Ik kan u zeggen, we hebben in 2013, want toen zaten we al van we gaan naar ons eigen campus, hebben we Tjana Hung gevraagd en dat was de registeraccountant Suri. Cyril Suri, die is gekomen om een businessplan te maken om te kijken, is PTC feasible om op eigen kracht een campus op te bouwen? En ik moet zeggen, toen hij de salaris, kijk zelfs toen hij mijn salaris had, begon hij te lachen. Dat zo laag is. Ja, ja. Toch? En dat is dan die uitdaging die er is. En dan kijkt men van maar hoe red je het? Maar zijn jullie een particuliere instantie of zijn jullie een overheids? Hoe zit het nou? We zijn een instantie, we zijn semi-overheid. We zijn opgericht door de overheid, maar het bestuur is tripartiet opgezet. Dus we hebben bestuursleden afkomstig van de overheid. Het bedrijfsleven en de vakbeweging die allemaal erin zitten. De universiteit heeft ook een stem binnen het bestuur van PTC. En het bestuur is eindverantwoordelijke binnen PTC. Dus we zijn niet, en dat merk je ook, hè, dus wanneer in sommige gevallen, bij sommige ministers hebben we het gehad, dat ze hebben gezegd van nee, je bent PTC, je behoort niet aan ons toe. Weet je? Hou je punt. We gaan naar een break. Er zijn straks bij je terug. Welkom terug bij deze uitzending van Achter het Nieuws. We praten over de olie-industrie, maar gerelateerd aan het belang die jongeren erbij hebben om ook te participeren in deze business. Ik heb daarvoor twee gasten, de heer Ollenberg van de Surinaamse Energy Chamber en de heer Holband, die is de directeur van het Polytechnisch College. Meneer Holband, u was bezig uit te leggen hoe leerlingen, hoe studenten kunnen toetreden tot uw opleiding. Ja. Dan had ik nog een belangrijke vraag. De kosten zijn 6.000, verspreid over 4 jaar. Maar de leerlingen die het niet kunnen betalen, hoe krijgen zij toch toegang tot het PTC? We hebben zelfs leerlingen gehad die wij vrijstelling van betaling hebben gegeven. Maar dat ga je natuurlijk case by case bekijken. Wat we dus nu doen, we zijn bijna ook een kleine bank geworden, om het zo te zeggen. Omdat we de mensen de gelegenheid geven om in termijnen te betalen en dan te spreiden over het collegejaar. En we hebben de afgelopen jaren hebben we het zelfs naar 11 jaar gebracht. We zijn eerst begonnen met 3 en dat hebben we uitgebreid naar 11 maanden. Ik zeg geen jaar, maar 11 maanden dat ze de gelegenheid hebben om de collegegelden dan te betalen. Dat is één manier dat we proberen om het wat draaglijker te maken voor de studenten. Een ander ding dat we doen is dat we die koers 1 laag houden en 2 ook fixeren. Okay. Toch, want we zijn gestart. Dat zei u al, ja. Ja, nee, maar het fixeren, wat ik bedoel met te fixeren is dat... Vast. Het is vast. Wat ze hebben getekend aan het begin van het collegejaar, dat blijft zo. Oh, dus zoals we zijn gestart, toen we starten, toen we de planning maakten van oké, we gaan naar 16 voor de early beurs en 18 voor de reguliere inschrijving, want we proberen ze dan heel vroeg naar binnen te halen. Of 18 voor de reguliere inschrijvingen. Toen was die koers 20. En vandaag is die koers volgens mij bijna 30.
En wat voor koers hanteert u? Nog steeds dezelfde koers van, om het door te zeggen, is gefixeerd. Hoeveel is dat? Het is nu, de early bird was 16 en die voor de reguliere inschrijving is het 18. Oh, je bedoelt 1 op 16 en 1 op 18? 1 op 18, oh, okay. Ja, ja, sorry. Nu snap ik het. Okay. Dus leerlingen, als ze $1,500 moeten betalen vandaag aan PTC, dan mogen ze betalen 1,500 × 18. En aangaan die koers naar 28, naar 30, naar 35. Ze blijven aflossen op basis van die koers van 18. Maar als hij naar 10 gaat? Nou, dat hebben we ook tegen ze gezegd. Dit is ook een van de dingen die de studenten zeggen. Wat gebeurt er dan? Als hij naar 10 gaat, dan krijg je geld terug. Dat hebben we op papier gezet voor. Het is niet deze groep hoor, maar. Een paar jaren terug was die discussie, want toen begon die koers ook zo zich te ontwikkelen. Hebben we tegen de studenten gezegd dat. Kunnen we, daar zelf ook graag andere dingen toe doen om studenten te helpen. Ik heb je gezegd, we zijn ook bezig met het bedrijfsleven. En we hebben nu al 1 bedrijf die heeft gezegd van, ik wil voor die studenten betalen. Onder 1 voorwaarde, ze komen wel bij me weg. Ja, tuurlijk. Dat is meer dan natuurlijk. En ik dacht dat we zo'n stuk of van de, een stuk of 40, 50 studenten hebben, die zich daarvoor hebben aangemeld. Dus die cijfers gaan nu naar het bedrijf om te selecteren. En zij hebben eigenlijk gezegd, hoe meer je me geeft, hoe beter voor mij is, want ik kan mijn dienstverlening uitbreiden. Dus ik verwacht, ik hoop dat we tot meer studenten krijgen. Dus het wordt nu een nieuwe trend dat u het bedrijfsleven gaat inschakelen om te betalen voor die studies. Voor die studies. Met als win-win situatie. En u zegt nieuwe trend, ja, nieuwe trend voor Suriname. Ja, ja. Maar het is normaal in de wereld. Okay. Want als je in het buitenland kijkt, zie je dat bedrijven gewoon voor de studenten betalen. Samenvattend, dus als ik een leerling, een student ben, ik heb geen geld, dan is het nog niet het einde van de wereld. Er zijn mogelijkheden om zijn afbetaling bij u te kunnen studeren. Maar als ik ook dat niet kan betalen. Je hebt natuurlijk ook nog die lening van NOB. Dat schijnt toch wel voor heel veel studenten een obstakel te zijn. Om het te krijgen, omdat NOB, als ik begrijp wat ik hoor van de studenten, dan lijkt het een beetje meer te neigen naar wat de particuliere banken doen. Ze meer naar het commerciële gaan, waardoor die drempel toch nog hoger is. Maar een ander aspect dat we dus nu aan het ontwikkelen zijn, we gaan dit jaar starten met 2 studenten, ICT-studenten, is dat we ook beurzen willen uitgeven. Als organisatie, als PTC? Als PTC, maar ja... Zelf financieren ook? We gaan, dus deze 2 gaan wij zelf financieren. Okay. Maar we zijn bezig, het project is al opgesteld, we hebben gesproken met een aantal financieringsinstanties. De schakel is willing om een fonds voor ons te beheren. En wat we ook gaan proberen, wij zetten dus een deel, omdat we die ICT'ers gaan doen, gaan wij dat alvast erin zetten. Maar dan vragen we ook het bedrijfsleven, om ook in te komen. Hoe meer bedrijven ook daarin geld stoppen, hoe meer studenten dan ook een beurs zullen krijgen. Maar dat is natuurlijk ook weer, er zijn natuurlijk daar ook weer categorieën aan verbonden, criteria aan verbonden waaraan mensen moeten voldoen. Want ik ben sowieso voorstander, zij die het kunnen betalen, moeten het gewoon betalen. Natuurlijk. Ik ben zelfs, deze discussie heb ik ook gevoerd, ook met het bedrijfsleven, dacht ik, heb ik gezegd. Want bedrijven schrijven ook hun medewerkers in. Dus dat bij PTC? Wel. Bij PTC. Ja, bedrijven dan betalen ze die studie voor. Dat is ook een manier dus zij om die, daar te komen. Dus ouders die werken bij bepaalde bedrijven. En welke bedrijven praat u over? Ik heb gezien dat SLM het heeft gedaan. Dus luchtvaartsector. Luchtvaartsector heeft het gedaan. Staatsolie heeft het gedaan. EBS heeft het gedaan. Telesur heeft het gedaan. Ik dacht dat zelf... Er zijn bedrijven... En om welke studierichtingen gaat het dan? Divers. Het gaat niet om specifieke studie. Maar wat ik... Wat ik naar kijk is van, weet je, die koers is 28. Dus eigenlijk zeg ik nu tegen de bedrijven, hoe subsidiëren jullie? Want ze betalen tegen die lage koers. En we zijn bezig, want we hebben 1 keer gezegd van, oké, je werkt voor het bedrijf, je moet die hoge koers betalen. Dus, maar dan hebben we ook gemerkt wat het bedrijf doet. Zeggen, nee, ik doe het niet. Ga je dan gewoon inschrijven. En dan moet die student krijgt het dan weer voor 16. Ja. En dan krijgen ze het gerestitueerd. Dus ook daar willen we een change in brengen tegen het bedrijf. En ik ben blij met minister Levens, omdat minister Levens tegen VSB heeft gezegd van, we leiden voor jullie op, betaal dat ding. Ja. En de mensen die daar zaten waren het ook mee eens. Dus we hopen dat die change ook komt, dat die bedrijven begrijpen van, die opleiding kost $1,600 en die koers is nu 28. Dus laat maar het PTC 1500 maar 28 betalen. Okay. Niet omdat het een student is. Meneer Onnenberg, terugkomend op Olinafwi, dat zijn we gestart. Omdat we vinden dat jongeren, niet alleen jongeren, alle Surinamers moeten zich bewust zijn dat alle mineralen, grondstoffen, rijkdommen die Suriname in de bodem heeft, dat ze van ons allemaal zijn. Zo is het. Dat besef moet doorkomen. Oké, nu
Wat is uw vervolgstap als het gaat om de jongeren bewust maken van Orinafui? Nu waren we in Stubula, wat gaat de volgende stap zijn? Ja, sowieso zijn we bezig met een landelijke campagne. We zijn begonnen op Stubula. Stubula heeft ons geaccommodeerd. Maar de bedoeling is dat wij nu binnen onze initiatiefgroep nagaan welke districten wij eerst gaan aandoen. Ik heb al een roep gehad vanuit Brokkeponde. Kroon is zeker ook al willing. Dus we moeten nu prioriteiten gaan stellen. Omdat de bedoeling is niet gewoon om informatie te geven aan jongeren. De bedoeling is om jongeren in een traject te zetten, zodat ze uiteindelijk een baan kunnen vinden, verder kunnen studeren. Dus in het natraject is het voor ons van belang nu dat wij prioriteiten stellen welke districten we aandoen. Paramaribo is er al zeker bij, maar we moeten kijken welke districten we nog aandoen. En wij moeten dan gaan kijken dat wij dus die lijn opzetten samen met de organisaties die zitten binnen onderwijs. PTC heeft daar een hele voortrekkersrol in. Om te gaan kijken hoe wij daadwerkelijk jongeren kunnen helpen aan studiemogelijkheden en eventueel aan een baan. Wat is een van de kenmerken van het awarenessprogramma is om jongeren interactief bezig te houden. U heeft en PTC had ook een proefopstelling. Ik heb dat gemist trouwens hoor. Kunt u een beetje aangeven wat u heeft gedaan met die kinderen, waarom het zo belangrijk is om die kinderen aan deze materie te laten proeven? En dan straks mag u dat ook doen, want u heeft ook iets gedaan met proefopstelling. Ik heb dat wel gemist. Oké. Ik heb dus een kleine proefopstelling, energieproefopstelling gedaan. Dat doen we al jaren, om jongeren te interesseren, want we gaan nu naar hernieuwbare energie. En wat we gedaan hebben is gewoon een zonne-energie, de onderdelen, getoond aan de jongeren en ze instructies gegeven hoe je een zonne-energie praktisch in elkaar zet en dan ze de gelegenheid gegeven om het zelf te doen. Dat is heel, hoe moet ik het zeggen, het is zo... Het is tastbaar. Het is dus wanneer jongeren iets zien, voelen, ze zien licht, ze zien het is mogelijk, dat ding wekt iets in hun. Ik heb aanvragen gehad om nu een hele training te geven aan de jongeren van Stubula. Maar dit doe ik al jaren hoor. Ik heb honderden jongeren getraind over geheel Suriname. En wat vond u van hun deelname, hun interesse? Jongeren zijn altijd enthousiast. Ja, eigenlijk jongeren zijn van Suriname, wat ik zelf heb meegemaakt, ook in het binnenland. Die mannen zijn enthousiast. Surinamers zijn leergierig. Ze willen weten hoe werkt dat ding, hoe komt het dat dat ding licht geeft. Weet je, dus dat zijn onze jonge Surinamers, maar we moeten ze de ruimte geven. Dat is wat we moeten doen. En ik geloof persoonlijk, hoor, ik had het in de tijd al voorgesteld aan het ministerie van Sport en Jeugdzaken, toen de tijd. Maar laten we gezamenlijk een programma opzetten, landelijk, om jongeren alvast te laten voelen. Weet je, de mogelijkheden die er zijn. Je moet interesse opwekken toch bij de jongeren. Tot slot. Ik ga die vraag aan u eigen stellen. Je mag straks ook even aangeven wat PTC heeft gedaan aan proefopstellingen. Maar we zijn nu begonnen met dit traject. Wanneer gaat u zeggen tegen uzelf, ai, midoro per mandoro? Dat is een goede vraag. Wanneer ik zie dat Suriname, het land Suriname, dat die jonge man van Komala Samutu, die 2 jaar oud is, de zekerheid heeft dat zijn toekomst geregeld is op Komala Samutu. Wanneer hij die zekerheid heeft, dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Wanneer zijn moeder zich geen zorgen hoeft te maken, omdat er een goed onderwijs is. En hij moet in die verste uithoek van Suriname, wat jullie aangeven, dus tot in die verste uithoeken, waar Surinamers wonen, moeten van die korrel goud en die druppel olie moeten ze profiteren. Ze moeten profiteren. En dat is wat Surinamers willen bijbrengen. Asanafui. Wap rekening. Zekerheid. Dat de megobo om naar Sansana. Dus de man, laten we dat dan een beetje breder nemen. De onze Surinamers is een man voor ons. Hij zoekt een goot in Abusi. Wie zijn maar illegaal. Maar naar een goot zou ons leren, man.
En of ik ook goed illegaal worden, maar ik kan een legale sfeer. Met legale en op een goede manier, zodat we, dat we ons milieu ook niet belasten met kwikvervuiling. Dus ik ben blij daarmee. U, meneer Houtman, ja, geef even aan wat we hebben gedaan. Okay. Ja, ga afronden. Ik ga gewoon aansluiten, want Orlando heeft het zo mooi gezegd. Als we iets doen, moet het voor ons allemaal zijn. Toch? Het land is van ons, het land is niet van één of twee mensen. Dus wij moeten allemaal daarvan kunnen profiteren. En wanneer we dat hebben bereikt, dat iedereen kan profiteren, iedereen de successen heeft, iedereen een garantie heeft van hé, ik wil iets gaan doen en ik weet dat ik het kan bereiken, dan hebben we ons doel kunnen realiseren. En daar streven we naar. Wat we hebben gedaan tijdens de meeting daar op Stibula, we hebben één van onze programma's, dat is ons laboratoriumonderwijs, hebben we daar een beetje geëxposed, een heel klein deel ervan. En dat is dus dat we ze hebben laten zien van wat er kan gebeuren, wat voor chemische reactie je kan krijgen als je met verschillende preparaten, noemen wij verschillende stoffen bezig gaat zijn. Waardoor je kan zien van wat is het effect daarvan. En dat is heel belangrijk, zeker als we praten over voedselveiligheid. Mm-hmm. Toch? De eerste keer toen ik hier, ik zat nog niet eens bij het PTC, en toen ik hiermee geconfronteerd was, was in hotelwezen. En er werd me een filmpje geweest en ze vroeg me wat is verkeerd. En ik keek en ik zag niks verkeerd. Maar heel simpel was, de persoon gebruikte één doek om alles te doen. Tafels af te vegen. En je staat er soms thuis. En ik realiseer me van, weet je, hey, soms doe ik het thuis ook hetzelfde. Maar het gevaar daarbij is dat je vergiftiging kan oplopen. Omdat je chemische met niet-chemische dingen kan krijgen. En die reactie die daaruit kan voorkomen, kan zo gevaarlijk zijn dat het mensen dood aan kunnen gaan. En dat is een van de zaken die de studenten leren bij ons laboratoriumonderwijs of bij food technology. Waar ze dus zien wat de consequenties zijn van die verschillende reacties. Ook wanneer je voedsel gaat prepareren. Waarom kan je A wel met B zetten en C niet? En dat is wat we de studenten daar heel in het klein hebben laten zien van als je dit doet en zo doet, krijg je zo'n reactie. Laat me nog één ding vragen wat ik graag zou willen weten. Zijn er bevoegde krachten bij het PTC die les geven? Ja, dat moet. Als we zijn gecertificeerd en geaccrediteerd. Een aantal van onze programma's zijn geaccrediteerd. Prachtig. Dus we moeten dat hebben. Dat men het weet. Het is wel een challenge. En dat maakt ook weer, als we praten over de opleidingen, dat het ook duur wordt. Omdat voor sommige disciplines voor de mensen niet in Suriname hebben. Kijk, bijvoorbeeld nu zijn we met ICT, de nieuwe specialisaties bezig. Robotics, Artificial Intelligence, Data Science. De specialisten, we hebben een aantal, maar zijn die voldoende om echt al die drie specialisaties, daar gaan we ze moeten laten inkomen. En dat komt uit diezelfde $1,500 per jaar. Waar ze uitbetaald moeten worden. Nu echt tot slot, wat is de eerstvolgende actie van Aolin of wie? En we gaan met de groep die zich heeft geregistreerd. De 80 mensen dus? De 80 mensen. Hebben we een vervolgtraject sowieso. Waarbij wij dus verder in kaart brengen wat hun behoeften zijn. Wat ze graag willen en wat onze mogelijkheden zijn. Dus er komt een sessie, nog deze maand. Hebben we dus ingepland om elke maand in elk geval een activiteit te hebben. Dus deze maand hebben we een sessie. En tegelijkertijd... Ik bedoel oktober? Oktober, ja. Sorry. In de maand oktober komt er sowieso een sessie met deze groep. En wij zijn dan bezig in kaart te brengen de andere omgevingen, buurten, waar wij dus informatie gaan brengen voor jongeren. Nou, heren, bedankt voor uw bijdrage. Ik ben heel trots dat we dit project mogen uitvoeren. En ik weet het zeker, als we dit gewoon blijven doen zoals we het hebben gepland om te doen, dan kunnen we volgend jaar alvast een deel van die vruchten zien hangen. 100%. Zo? U thuis bedankt voor uw aandacht en tot de volgende Achter het Nieuws uitzending. Goedenavond.